Maar zijn wij niet een beetje het braafste jongetje van de klas? Ik bedoel, in het buitenland hoor je er verder bijna niemand over. Nee, dat klopt. We zijn hier flink aan het graven met z'n allen. En het is ook het eerste land waar zoveel bekentenissen komen. Maar als je kijkt naar Italië of naar Spanje, daar hoor je helemaal niks van bekentenissen. Dat is het angstvallig stil. Maar wat je heel sterk merkt, is dat als je bij Zaltbommel de brug overrijdt in Brabant, de interesse voor het fenomeen doping al een stuk minder is. En als je dan onder Breda bij Wüstwezel België inrijdt, dan merk je dat het in België en Frankrijk voor het publiek nauwelijks een issue is. Worden wij straks niet ingehaald door mensen die wel gewoon doping zijn blijven gebruiken in de volgende wedstrijden? Ja, dat is de vraag die op het ogenblik dus niet op tafel ligt. We hebben de bekentenissen van het USADA-rapport eind oktober gehad. En heel vreemd is dat we niet door de UCI, niet door andere instanties in beeld is gebracht hoe schoon het peloton op het ogenblik is. Ja, zolang je zeker landen als Spanje en Italië, als je daar de zaak niet onder controle krijgt, het dopingprobleem, is het natuurlijk toch voor Nederlandse renners straks heel frustrerend. Zijn we niet een beetje aan het doordraaien hier? Ja, ik denk dat mensen zich dat wel kunnen afvragen. Aan de andere kant, ja, als je echt vindt dat het beter moet in de sport, dan moet je ook maatregelen nemen. En als je ook ziet dat proces van verwentens met wat voor geheimzinnigheid dat inderdaad gepaard gaat. En wat je ook ziet dat coaches uit het wielrennen, ploegleiders, renners, dat die gewoon worden aangepakt. En dat de lijst met voetballers, Formule 1 coureurs, atleten, noem maar op, dat daar heel geheimzinnig over gedaan wordt. Dan denk ik dat we een hele lange weg te gaan hebben. Het gaat al lang niet meer alleen om wielrennen. Het gaat om topsport in het algemeen. En ik denk dat de topsport, dat daar die doping gewoon uit moet. En dat moet je alleen maar langs internationale weg doen. Je zult de grote mannen die op dit moment echt die zaak faciliteren, zullen keihard moeten aanpakken. Het Internationaal Olympisch Comité zal wat moeten doen. De Internationale Wielerfederatie. Want alleen in Nederland los je het niet op.